Uiteraard weet iedereen dat sport en beweging cruciaal is voor een gezonde samenleving. Echter is door de samenleving van vandaag sport en beweging een beetje achtergesteld, wat leidt tot veel gezondheidsproblemen. Dus dat roept eigenlijk een beetje vragen op over de historische ontwikkeling van sport en beweging. Welkom met het eerste stukje van geschiedenis, namelijk de jagers en verzamelaars. In die tijd was beweging vooral essentieel, natuurlijk met jagen en ook het verzamelen van lessen. En na de overgang van naar een agrarische samenleving, er kwam differentie in taken en kwam ook een standensamenleving. Dat was een grote verandering. In het oude Griekenland van 1200 voor Christus tot 800 voor Christus merkte je eigenlijk steeds meer dat beweging en sport meer in het midden kwam te staan van de hele samenleving. Dat was veel terug te zien in bijvoorbeeld sportcompetities en de aanwezigheid van veel militaire trainingen. En hierdoor was het religieuze aspect van de samenleving werd het religieuze aspect van de samenleving eigenlijk steeds minder en werd dat vervangen door bijvoorbeeld sport- en bewegingscompetities. Echter introduceerden de sofisten een negatieve perceptie van het menselijk lichaam. Na de Grieken speelden ook de Romeinen een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van sport in de maatschappij. Door de toenemende welvaart namen ze namelijk niet alleen driekwart van Europa over, maar veranderde ook de manier van bewegingen en oefeningen die de Romeinen deden. Een andere oorzaak hiervan was het verval van vermaak, bijvoorbeeld gladiatorengevechten of voorstellingen in een arena. In de middeleeuwen ontstonden steeds meer kloosters en kerken door de verspreiding van het christendom. En hier waren ook monniken aanwezig die dienden als een soort opvoeders. Echter was hier sport en beweging niet gezien als prominent. Maar bijvoorbeeld bij de adel waren wel veel bewegingsactiviteiten, sporten en dansen. Na de middeleeuwen kwam natuurlijk de verlichting. In de verlichting stond centraal dat het zelfbestuur en de vrijheid van het individu. Tijdens de verlichting speelden filosofen, of zoals ze het in het boek noemen, pedagogen, een heel belangrijke rol. En zij pleitten ook voor meer lichamelijke opvoeding en dat lichamelijke opvoeding essentieel was op basisscholen en gewoon in de opvoeding van kinderen. Dit was dus een best grote verandering omdat die mensen hadden een hele grote rol en zij vonden sport en lichamelijke opvoeding dus ook heel erg belangrijk. Lichamelijke opvoeding en sport werden dus ook in de verlichting eigenlijk echt heel groot en belangrijk gemaakt. Een verdere ontwikkeling in sport zag je in de nieuwe tijd, dat vanaf 1900 was. In Engeland ontstonden bijvoorbeeld moderne teamsporten. En sport kreeg bovendien een beter karakter door het opkomen van bijvoorbeeld records en prestaties. Nou, we zijn nu klaar met de tijdlijn, dus dan zijn we aangekomen bij de huidige bewegingscultuur. Deze bewegingscultuur nu bestaat uit twee delen. Dat betekent als eerste versporting. Dat betekent dat mensen het steeds meer professioneel nemen, steeds beter in willen worden, steeds meer willen winnen. En ook dat gaat gepaard met een grote technologische vooruitgang. We kunnen tegenwoordig steeds meer met data, of zoals we zelf nu mee bezig zijn, met videoanalyses. Tegelijkertijd vindt er ook ontsporting plaats. Dat zijn een andere groep mensen, vaak mensen die wat minder van sporten houden. Dus die hebben ook een beetje overgewicht. Nee, dat mag niet zeggen. Maar die nemen sport minder professioneel. En die besteden meer aandacht aan andere bewegingsvormen. Geen idee wat dat is, vaak noemen ze het In de huidige bewegingscultuur is sport ook onderscheiden inmiddels van gewoon bewegen. En op veel verschillende manieren kun je sporten. Van recreatief tot een individuele kleine activiteit tot fantastisch hoog niveau. Er zijn heel veel verschillende categorieën waar je jezelf in kan bevinden in deze moderne tijd van sport. Als laatste hebben we natuurlijk nog de trends in de sportwereld. Waar je in de eetwereld heb je de krompoes. Ja, als je van sport houdt dan weet je dat natuurlijk niet en dan ben je gezond. Maar de trends in de sportcultuur die blijft veranderen. Wat we nu vooral zien als trend is veel aandacht naar verschillende vormen van beweging. Van georganiseerde sporten tot niet georganiseerde sporten. Eigenlijk wat iedereen leuk vindt en vooral veel verschil. De bronnen die we voor deze vlog hebben gebruikt zijn uiteraard het boek. Daarnaast hebben we ook nog nocnsf.nl gebruikt, studeersnel.nl en als laatst hebben we ook nog histomarond1900.nl gebruikt. Bedankt voor het kijken naar deze vlog.